reizen met Rob Hoogland, columnist bij de Telegraaf. Fijn dat u kijkt. We zijn al de hele wereld over geweest deze week. Maar je vertelde al dat je echt een fanatieke golfer bent. Ja. Even de handicap. Momenteel is hij 13. Ik ga langzaam omhoog. Ik kom van, ooit had ik 9, maar dat gaan we niet meer halen. Gaan we niet meer halen. Nee. Nee. Wat is de mooiste plek in Europa om te golven? Ierland. Ierland. Ja. Dan vooral de linkscourses die daar liggen. Ik heb me laten vertellen dat 30% van alle linkscourses in de wereld liggen in Ierland. Mm-hmm. Dat zou best eens kunnen kloppen. Want als je zeker die westkust langs rijdt, dan zie je alleen maar golfbanen elke in de duinen liggen. Ligt er een baan. De een is nog mooier dan de ander. En ik heb daar heel veel gespeeld. Maar ik kwam ook al in Ierland voordat ik golfde, hoor. Het is mijn favoriete land. Wat maakt het? Het is een combinatie van de humor en de vriendelijkheid van de Ieren zelf. En het schitterende land om te zien. Heel groen. Het regent er natuurlijk ook vrij veel. Dat is wel eens een nadeel. Maar goed. Lekker eten? Hoort erbij. Nou, dat was in het begin niet zo. Maar tegenwoordig wel. Ierland is natuurlijk ook opgestoten in de vaart der volkeren. Die hebben wel een inhaalslag gemaakt de laatste 30, 40 jaar. Ze hebben ook enorm last gehad van de crisis in 2008. Maar daar zijn ze aardig overheen gekomen. Mede dankzij Europa overigens. In Ierland is Europa ook heel populair hoor. Dublin is zo'n gezellige stad. Dublin is een fantastische stad. Als je voor feest vieren houdt, liedjes zingen, noem maar op. Dan moet je daar gaan doen. Ja, sing-song, dat is natuurlijk. Ja, de Dubliners. Die ken jij waarschijnlijk ook nog wel. Ja. Nu heet het tegenwoordig geloof ik de Dublin Legends, maar goed. Daar begin ik ook altijd, of niet altijd, meestal wel. Soms vlieg ik ook op Cork. Binnenkort ga ik weer naar Ierland en vlieg ik op Cork. Dat is zeg maar het Haagje van Ierland. Mm-hmm. En dan ga ik zo langs de brand via de zuidwestkust ga ik omhoog. En dan wil ik graag Doonbeg bezoeken. Doonbeg is een dorpje, een heel klein gehuchtje in County Clare, ook tegen de Atlantische Oceaan aan. Mm-hmm. Het was totaal ingeslapen totdat in begin deze eeuw een Amerikaans genaamd Buddy Darby III, dat heb ik nooit vergeten, een man uit South Carolina, op het idee kwam om daar de aanleg van een golfbaan te gaan financieren. Okay. Hij had ooit, ik geloof het bed over grootvader, had Ierse bloed, dus hij ook. En hij vloog daar een keer heen. De Ieren hadden hem verleid om te komen en heeft op Kiawah Island heeft hij zo'n beetje alle golfcourses is hij van hem. Toen was hij verkocht, toen heeft hij daar Doonbeg aangelegd, een prachtige linkscourses heeft hij laten ontwerpen door Greg Norman, de beroemde Australische golfer. Hij heeft er een resort aangelegd met allemaal lodges erbij, noem maar op. We weten inmiddels dat je gek bent op lodges. Ja, daar logeerde ik toen ook. Nou ja, nee, dat is niet waar. De eerste keer niet, want toen lag alleen de golfbaan nog. En toen logeerden we in Drumonan Castle. Dat is een kasteel dat ligt een kilometer 40 verderop. En we werden ook per helikopter werden we daar naartoe gebracht. Kijk, in stijl. In stijl. En dat was ter gelegenheid van de opening van de baan. Had hij een formule bedacht. 8 Europese journalisten tegen 8 Amerikaanse journalisten. Ryder Cup. Ik wou net zeggen, ik herkende het concept. We wonnen het aan de bar, maar op de baan werden we volledig afgeslacht door die Amerikanen. Okay. Ja, die Buddy Darby was een fantastische man. En die had ook de gave om in te zien dat Ieren met hun humor en hun nederigheid heel andere mensen zijn dan Amerikanen. Dat ging wonderwel samen. Hij zorgde natuurlijk ook voor een enorme werkgelegenheid daar. Want er was gewoon niks te doen. Ja. Er waren 2 pubs waar dan eens per jaar een soort jazzfestival werd gehouden. Verder was niks. En dat heeft hij helemaal opgekalfaterd. Totdat in 2008 de crisis toesloeg. Ja. En Buddy ook nog eens een keer ruzie kreeg met zijn neef, geloof ik, die ook met geld erin zat. Doonbeg stond op het punt om failliet te gaan. En toen is een beroemd heerschap ingestapt. Die nu president van de Verenigde Staten is. Trump. Donald Trump. Die heeft het gekocht. Die heeft het hele resort, ja, echt krankzinnig, voor 15 miljoen gekost. Dat is helemaal niks. Nee. Ik bedoel, ik kan me ook wel voorstellen dat hij dat gedaan heeft. Heeft het nog verder ver-Amerikaniseerd? Ja, ik ben er sindsdien niet meer geweest, want Trump is nooit zo. Trump en journalisten, dat gaat geloof ik niet zo goed samen. Ik ben natuurlijk een vertegenwoordiger van de fake news beroepsgroep. Ja. Dus ik ga er wel binnenkort weer naartoe. Ik wil het gewoon een keer zien. In de tussentijd heeft hij de bar, die heette Darby's.
naar de vorige eigenaar. Die heet nu Trumps. Nou ja, daar kan ik me iets voor voorstellen. Ja. Ze hebben een paar jaar geleden een enorme orkaan gehad. Windkracht 13 daar. Toen is de halve baan verwoest. Oh. En dat is wel een mooie anekdote. Een van de beroemdste holes ervan, die is, kon niet meer worden hersteld. Dus daar hebben ze een andere par 3 van gemaakt. 14 hole was dat. En Trump heeft daar een typische Trump-oplossing bedacht voor het probleem van de orkanen. Hij wil een 2,5 kilometer lange wall aanleggen. Nee, echt waar? Ja. Het is zeg maar een dijk. Dus heel groen Ierland in de gordijnen, ja. Dat begrijp je. Maar hij had ook een alternatief plan en dat vind ik eigenlijk nog niet eens gek. Hij wilde eigenlijk, ook de duinenrij gewoon uitbreiden, zee in. Mm. Gewoon een soort natuurlijke buffer aan te leggen. Maar ook daar zijn ze niet echt gevoelig voor. Maar ik denk hem kennende en zijn zoon. Want zijn zoon runt natuurlijk de boel. Hij heeft in Schotland ook een baan, hè? Ja. Ja. En nog wat plekken in en de wereld. Kan ik hier als golfer gewoon naartoe green fee betalen? Ja, maar dan moet je denk ik denken aan 150 euro minstens. Voor een rondje? Ja. Of je moet het misschien via een golfreisbureau regelen. Ik weet niet. Maar wel een aanrader om daar te gaan golven. Ja, het is. Ja, ja, Ierland sowieso. En ook Doonbeg. Ik kan niet anders zeggen. Dat is een. Ja, dat is het Mekka. Mekka. Ja. Mooi. Kom ik toch nog een keer in Mekka? Ik zou het zeker doen. Rob, dankjewel voor deze week. Leuk. We zijn de hele wereld over gegaan. Mooie bestemmingen. Je, maakt, je bent echt een reiziger. Leuk om te zien. Dank je. Vond het leuk om te zien. Mooi. Dit was Ron Reijzen voor deze week met Rob Hoogland. Volgende week hebben we een nieuwe gast en natuurlijk nieuwe afleveringen. Kijk dan ook weer. Tot ziens.